Wegwerkers zijn al een klein maandje in de weer op de Dijk en bij Vijf Sluizen. Maar gisteren was het officiële aftrap voor de grootschalige werkzaamheden bij het Schiedamse Verkeersknooppunt. Ook van groot belang voor Vlaardingen. Het was daarom Frank Zeilmans, hoofd Openbare Werken in Vlaardingen die als gastheer optrad voor een groot aantal genodigden. Het werk van aannemen van gelden tot dusver was vooral voorbereidend. Het omleggen van het fietspad bijvoorbeeld. Dat gaat van de noordelijke kant van de weg naar de zuidkant en krijgt een fors karakter als een soort fietsboulevard naar Vlaardingen. Fietsers krijgen op Vijf Sluizen sowieso een goede behandeling. Bij de zuidelijke ingang van het metrostation wordt een fietsenstalling gebouwd met plaats voor 700 fietsen. De wethouders Marcel Houtkamp van Schiedam en Ruud van Harte uit Vlaardingen legden de eerste stoepstenen met behulp van een tegeltiller. De werkzaamheden rond Vijf Sluizen zullen duren tot in augustus. Vanaf dan zullen de files tussen Schiedam en Vlaardingen en van en naar de snelweg denkelijk verleden tijd zijn.